Het competentieprofiel wat we hanteren als FAICT is opgesteld door het HBOI. De HBOI is een vereniging waar alle ICT-opleiders in Nederland in verenigd zijn op HBO-niveau. En die hebben samen met Beroepenveld een model in elkaar geknutseld waarmee ze de brede ICT-bachelor beschrijven. Dus in feite alles wat je kan worden binnen ICT. En dat is opgebouwd uit een aantal bouwblokken. En al die bouwblokken zie je hier bij elkaar neergelegd in de 3D-matrix die dat model beschrijft. Als je binnenkomt bij FAICT is je competentieprofiel nog blanco. En gedurende de rit ga je met de bouwstenen uit het HBOI-model je competentieprofiel invullen. Dus je bepaalt in feite wie je wil worden. Aangezien deze matrix het hele ICT-beroepenveld afdekt, is daar de nodige flexibiliteit in gebracht. Dat wordt over twee assen beschreven. Eén as zijn de architectuurlagen die de context beschrijven, daarover dadelijk meer. En de andere as beschrijft de competenties. En er zijn er een vijftal. Die heb ik hier vast. En die beschrijven in feite de software lifecycle. Beheren. Analyseren. Adviseren. Ontwerpen. En aan het einde van de rit realiseren. De tweede as waarmee flexibiliteit in het model gebracht wordt, zijn de zogenaamde architectuurlagen. Die beschrijven de context waarin je als ICT'er werkt. Jullie hebben daar ervaring mee in de basisroutes. Een mediastudent zal iets anders doen dan een softwarestudent, technologystudent of businessstudent. We hebben 5 architectuurlagen. De architectuurlaag gebruikersinteractie, bedrijfsprocessen, infrastructuur, software en hardwareinterfacing. Het hele model is opgebouwd uit 3 lagen die het niveau definiëren. Dus in elk van de architectuurlagen, in elk van de competenties, kun je een bepaald niveau krijgen. De niveaus heb ik hier vast. De niveaus beschrijven in feite de mate van complexiteit en zelfstandigheid waarmee je aan problematiek kan werken. Dus als dit gebruikersinteractie is, is op het laagste niveau realiseren van een mediasysteem met statische en bekende tools in een redelijk beperkte omgeving. Op het hoogste niveau, met je afstuderen, ben je in staat dat zelfstandig te doen in een complexe omgeving met nieuwe innovatieve tools. Het basisniveau beschrijft in principe het niveau na de P-fase. Het tweede niveau beschrijft het niveau na de K-fase, dus na je stage. En het derde niveau is het niveau dat je op afstuderen bent geweest. Wat je hier ziet is een uitgewerkt voorbeeld van een mediastudent bij zijn afstuderen. Dan heeft hij dit profiel. Niet verbazingwekkend zit gebruikersinteractie op niveau 3. Een aantal softwarecomponenten op niveau 2, etc. Dit profiel kun je verrijken door een specialisatieroute erop te stapelen. Als ik bijvoorbeeld hier lifestyle opstapel, krijg ik het volgende beeld. Bij software realiseren gaat hij een tikje omhoog. En lifestyle doet behoorlijk wat met actuatoren en sensoren en dat zien we ook terug. En wel op deze manier. Doe je het in het tweede jaar in de examenfase. En een beetje analyseren, wordt dit je profiel. Wat je hier ziet, is een profiel van een mediastudent die in het tweede jaar en in de examenfase lifestyle en specialisatieroute erbij gekozen heeft. Wat je hier ziet is de beschrijving van een mediastudent na de stage. Dus dit is het competentieprofiel wat hij heeft opgebouwd als zijn stage is afgerond. Stel nou, je wil in de open innovatieroute iets doen met ontwerpen, media of gebruikersinteractie niveau 2, dan kan dat. Dan heeft deze steen een dublure, dus ga je meer doen binnen deze, de KPI's die hier beschreven staan. Stel nou, je wil ook nog wat realiseren. In hardware interfacing erbij, dan gaat dit je profiel worden zo'n beetje. Uitstijgen boven niveau 2 is eigenlijk erg lastig, omdat je dat pas bereikt aan het einde van de kernfase. Maar heb je andere competenties die bijvoorbeeld zeggen, ik ben het realiseren van media zo rete goed geworden, dat ik niveau 3 kan aantonen, dan mag dat. Maar wel graag in overleg. Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle andere competentiestappen.